dat er veel vraag is naar Google Hotel Ads en specifieke free booking links. Ik zag dus inderdaad in de poll dat, dat er veel van jullie ook nog niet weten wat Google Hotel Ads is. Ik zal het, het proces van hoe je tot Google Hotel Ads komt en waar het te vinden is ook even in het kort doornemen. Maar mocht de uitleg die ik vandaag geef niet voldoende zijn, schroom niet om of tussendoor even vragen te stellen aan Corné. Hij kan mij tussendoor onderbreken. En anders kunnen we later in detail altijd nog Google Hotel Ads in wat meer in de breedte gaan bespreken. Maar vandaag zal ik specifiek wat meer uitweiden over free booking links. Voordat ik dat ga doen, wil ik heel even kort voorstellen wie ik ben en bij welk bedrijf ik werk. Ik werk voor Archive. Archive is een software- en data science bedrijf dat is gespecialiseerd in online marketing. Wij houden ons bezig met het, met name het beheren van online advertising campagnes en wij werken totaal met 40 mensen. Wij zitten in het hoofdkantoor Den Bosch in het Data Science en Universiteit. Daar zitten wij onder andere en in Rotterdam aan de Delftse Poort. Twee locaties. Wat doen wij precies voor de reisbranche? Wij houden ons bezig met feed en channel management. Channel management kan je niet alleen denken aan Google Hotel Ads, maar ook het adverteren op distribueren naar andere platformen, zoals bijvoorbeeld Trivago, TripAdvisor, maar ook richting socials zoals Facebook, Instagram, noem maar op. Dan hebben wij, zoals ik al zei, software voor het managen van Google Hotel Ads campagnes, maar ook Google Ads campagnes, tekst en shopping niet voor de reisbranche en bieden wij diverse op maat gemaakte algoritmes aan om biedingen voor die specifieke campagnes te optimaliseren. Vandaag gaan we het dus hebben over Google Hotel Ads en de introductie van free booking links. De statement van Google die is uitgebracht, dat bracht heel wat, wat vragen op en heel wat, wat interesse vanuit de reisbranche van wat kan ik ermee en wat zijn de mogelijkheden. Google heeft het gecommuniceerd als volgt. Dus with free booking links, your booking site can appear across Google when users search for hotels. You can connect with more travelers and drive more direct bookings at no cost. Dat stukje no cost is ook wel een goede vraag. Dus hoe moet je het eigenlijk plaatsen binnen het perspectief van hoe Google actief is binnen de reisbranche? Je kan het vergelijken als je bekend bent met de tekstadvertenties CA versus SEO. Dat gebeurt op dit moment ook binnen Google Hotel Ads. Dus wat je gaat zien is dat er een stukje betaald verkeer plaatsvindt en een stukje gratis verkeer. En dan heb ik het puur alleen over de kosten die je dus aan Google betaalt. Dat is gedeeltelijk mogelijkheid om optioneel betaald te doen, maar tegenwoordig aanvullend dus ook organisch door middel van free booking links. Ik neem jullie even mee in het proces. De klant die begint zijn customer journey binnen Google. En hij gaat vervolgens op zoek naar een specifieke bestemming of een specifieke accommodatie. Dat is net afhankelijk van waar hij zich in de customer journey bevindt, wat hij gaat zoeken. Vervolgens op diverse platformen kan je in aanraking komen of kan je Google Hotel Ads tegenkomen, het Google Travel product. En waaronder dus ook later Google de free booking links. Dat is dus onder andere op Search, maar ook op Maps en ook op Assistant, dus spraak. Een voorbeeld. Iemand zoekt op Caesars Palace in Las Vegas en krijgt aan de rechterzijde de Google My Business listing te zien. Vervolgens zie je in het rood gearceerd dat er mogelijkheid is om beschikbaarheid te controleren. En daarbij worden ook al direct aanbiedingen gedaan van verschillende aanbieders die dus op dat moment actief zijn binnen Google Hotel Ads. Dit is Google Hotel Ads en pas in een volgend stadium krijg je free booking links te zien. Dat ga ik zo meteen laten zien. Ander voorbeeld, een klant die zit nog wat verder aan het begin van de customer journey en zoekt op bijvoorbeeld hotels in Las Vegas. Bovenin zie je de advertenties van in dit geval Trivago, TripAdvisor en Booking.com en daaronder normaal gesproken direct de organische listings. Die zijn op dit moment heel vaak, als je op zulk soort zoektermen zoekt, vervangen voor een Google Maps resultaat die je hieronder gehighlight ziet in het groen. Met een zogenaamde hotel search unit. Dit zijn resultaten vanuit Google Hotel Ads, waarbij de
Google My Business Listing wordt getoond op basis van de relevantie van de zoekopdracht. En dat kan per gebruiker verschillend zijn. Dus als ik zoek, kan ik andere resultaten te zien krijgen dan wanneer Corné bijvoorbeeld zoekt. En heb ik de mogelijkheid om bijvoorbeeld te klikken op bekijk 394 hotels in dit geval. Stel dat ik dat doe, dan kom ik binnen de Google Hotel Ads omgeving terecht. En heb ik de mogelijkheid om verschillende amenities bijvoorbeeld, verschillende voorkeuren, zoals bijvoorbeeld gratis wifi of sorteren op rating, aankomst- en vertrekdata in te vullen, op waarna mijn aanbod gaat wijzigen. Als ik dan vervolgens het gewenste aanbod heb gevonden, kan ik in dit geval op Caesars Palace bijvoorbeeld op bekijk prijzen klikken. Dan kom ik vervolgens terecht op een hotelpagina, op een propertypagina. Hoeft geen hotel te zijn, kan ook ander type property zijn. En krijg ik een overzicht te zien met daarin een aantal aanbieders, wat vaak beperkt nog is ten opzichte van de prijsstap. Als je bovenin ziet in het rood gearceerd de prijsstap, als je daarop klikt, dan krijg je meer prijzen te zien. Oftewel alle aanbieders die actief zijn binnen Google Hotel Ads, en waar op aan het adverteren zijn. Daar wordt vervolgens tegenwoordig een uitsplitsing in gemaakt, waarin je enerzijds advertenties krijgt te zien en anderzijds all options, overige opties. En dat betekent als consequentie dat de advertenties worden verminderd tot 4 slots. Dat waren er voorheen 12. En dan krijg je daarnaast de top 10 free booking links die worden getoond. Dat kan je vervolgens weer gaan uitbreiden naar overige free booking links, waarna je alle aanbieders te zien krijgt. In dit specifieke geval zijn het er heel veel, maar je kan je voorstellen dat afhankelijk van het type property en het aantal aanbieders wat een dergelijke property aanbiedt, dat het heel veel of heel weinig kan zijn. Dat verschilt. Tussendoor, Rudolf. En inderdaad, we zijn nu al op het free stuk aangekomen, het gratis gedeelte. Dat is ook precies het gedeelte waar de meeste vragen over gingen al van tevoren. En waarom we ook dachten, nou, we moeten even deze sessie inplannen. En wat dus ook nu de vraag is van Jurg, die Jurg stelt. Ja. Die zegt eigenlijk, ja, leuk die free booking links, die gratis linkjes. Maar zijn er geen verborgen kosten? Of zijn er geen andere kosten waar we rekening mee moeten houden? API quotes, et cetera. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, zeker. Dat is een goed punt. Ik wil zo meteen nog iets meer vertellen over de integratie, maar om alvast antwoord te geven op de vraag. Het is inderdaad, voor niets gaat de zon op. Het klinkt inderdaad heel leuk dat free booking links aan Google hoef ik geen kosten te betalen. Maar op het moment dat ik daar actief op wil zijn, kost mij dat dan geld. En dat is inderdaad het geval. Dus het is niet volledig gratis. Wij zijn officieel integratiepartner van Google en helpen klanten om hier actief in te worden. De integratie waar ik zo meteen iets meer over ga vertellen, die verschilt voor de advertenties voor het betaalde stuk niet ten opzichte van free booking links. Dus dat betekent dat die één op één hetzelfde is en dat wij één op één hetzelfde werk moeten doen daarin. En dat daar dus ook wel zeker kosten aan vastzitten rondom de aansluiting en rondom het onderhoud. Mocht je daar meer over willen weten wat die kosten zijn, dan is het goed om even contact op te nemen met ofwel Corné of mij achteraf. Dat is namelijk afhankelijk van hoe groot is je aanbod en waar wil je adverteren, dat soort zaken. Dus dat is wel een op maat gemaakt voorstel. Maar daar zitten zeker wel wat kosten aan vast. Voordeel is overigens dus wel dat je geen CPC of geen CPA aan Google hoeft te betalen voor het aanwezig zijn in free booking links. Ja, dat is vooral het grote verschil, hè? Dus waar je voorheen dus alleen de optie had om, naast dat je heel je aanbod moet integreren, wat gewoon veel werk is, ook nog eens daarbovenop per klik eigenlijk betaald, of per booking betaald, is dat gedeelte nu door Google eigenlijk geschrapt. En is dat vooral is dat gratis gemaakt? Precies, ja. Ja, dus dat is inderdaad het geval. En het adverteren kan zeker nog toegevoegde waarde bieden ten opzichte van free booking links. Daar kunnen we zo meteen wel wat verder even over uitweiden. Ik zal eerst even verder gaan met voor wie het geschikt is en hoe zo'n integratie eruit ziet.
Ja, voor wie is Google Hotel Ads in het specifiek Free Booking Links geschikt? Je hoorde mij net al vaker zeggen hotels, maar wij hebben allerlei type klanten die met Google Hotel Ads werken. En dat zijn bijvoorbeeld hotels, maar ook vakantieparken en ook resorts en campings. Wat is dan de voorwaarde om deel te nemen? De voorwaarde, het is iets breder dan dit, maar de belangrijkste voorwaarde is dat er een Google My Business Listing aanwezig is die je in een van de eerdere slides ook aan de rechterzijde zag staan. En dat die waar nodig nog geoptimaliseerd wordt, maar dat die Google My Business Listing aanwezig is, zodat wij tegen Google kunnen zeggen, op deze Google My Business Listing wil onze klant gaan adverteren of wil die aanwezig zijn organisch via Free Booking Links. We merken dat er ook veel vraag is van aanbieders met een hele sterke focus op pakketreizen. Een pakketreis, als je alleen pakketreizen aanbiedt, is het niet mogelijk om actief te zijn binnen Google Hotel Ads. Maar als je bijvoorbeeld een combinatie aanbiedt van zowel Acco-only, dus alleen het verblijf, waarbij je de mogelijkheid hebt om bijvoorbeeld op een landingspagina op je eigen website te upsellen naar een pakketreis, hoeft niet, maar als dat er aanwezig is, is dat altijd een pre, dan kun je ook deelnemen aan Google Hotel Ads. En ja, goed, dat kan interessant zijn om ook daar, zeker nu gezien de huidige situatie rondom corona, ook meer de focus te leggen op het Acco-only aanbod. Als het pakketreizenaanbod wat lastiger is om te verkopen. Ik weet inderdaad ook dat in de hotelwereld, even losgezien van de reiswereld, zijn er ook een aantal partijen die daar slimmigheden voor toepassen. Die dan bijvoorbeeld zeggen, oké, ik maak een apart aanbod waarmee ik dan wel zichtbaar ben in de hotellisting. Dus in dat rijtje eigenlijk. Ja. Maar op mijn website communiceer ik dan wat Rudolf ook zegt. Dat er ook arrangementen zijn. Of dat er inderdaad ook dingen te upsellen zijn. Of bij elkaar te pakken zijn. Ja, precies. Dus wat wij ook, de vraag die we ook vaker krijgen. Op het moment dat een aanbieder specifieke toegevoegde waarde heeft. Ten opzichte van zijn concurrenten. Dan kan het zijn dat hij wat duurder is dan die concurrenten. Maar wel bepaalde voordelen aanbiedt. En of dat dan een bepaald pakket is of iets anders, dat even daar gelaten. Maar dan heb je ook de mogelijkheid om bij je advertenties daadwerkelijk dat uitdrukkelijk te vermelden. Maar het is zeker ook goed om, als je een heel groot aanbod hebt, om daar selectief in te zijn. In welk aanbod wil ik wel op aanwezig zijn en welk aanbod niet. Dus daar kan je ook een afweging in maken. Oké, stel je wil aan de slag met Google Hotel Ads. Hoe ziet dat proces eruit? Ik heb het even kort samengevat in 3 stappen. Ik ga niet al te veel in op de inhoud, maar het ziet er globaal gezien als volgt uit. Als eerste hebben we het over een feed die we moeten uploaden met je properties, wat dat dan ook is, hotels, vakantieparken, et cetera. En die moeten we uploaden naar Google. Dat doen wij in een zogenaamde Google Hotel Center die we koppelen met jouw eigen Google Ads account. In die property staat informatie zoals adres, telefoonnummer om te kunnen matchen met de Google My Business Listing. Stap 2 is dat wij een koppeling maken met het reserveringssysteem waar je mee werkt. Wij hebben op dit moment al redelijk veel koppelingen met reserveringssystemen gebouwd. Bijvoorbeeld Maxbon, Strateg, Muse, Tommy, Booking Support, Bookso. Dat zijn allemaal boekingssystemen waar we al mee gekoppeld zijn. Maar we kunnen ook met nieuwe boekingssystemen koppelen of met zelfgebouwde boekingssystemen. Om vervolgens prijzen en beschikbaarheid op te halen die wij daarna vervolgens doorsturen naar Google. Zodat die kunnen worden getoond aan de gebruiker binnen Google Hotel Ads en binnen Free Booking Links. En als laatste hebben we dynamische landingspagina's nodig die converteren. Dus uiteindelijk is het zo dat de gast die krijgt op de landingspagina of op binnen Google krijgt hij een prijs te zien die wij binnen, vanuit het reserveringssysteem hebben opgehaald. Die prijs die moet matchen met de landingspagina waar de bezoeker naar toe wordt doorgestuurd. En daarbij is het vaak van belang dat de landingspagina dynamisch wordt opgebouwd en dat er parameters worden toegevoegd. Zoals bijvoorbeeld aankomstdatum is, vertrekdatum is. Zodat het direct al de juiste prijs op de landingspagina te zien is. Dus dit zijn even de 3 stappen die we moeten ondernemen om een klant live te zetten.
Krijg dan ook vaker de vraag hoe lang duurt het ongeveer voordat een klant live staat. Dat is gemiddeld zo'n 4 weken. Even afhankelijk van uiteraard hoe snel we kunnen gaan koppelen en of dat nog verdere vragen oplevert. Ik heb een vraag binnengekregen, Rudolf. Ja. Dat gaat nogmaals even over de kosten. Nogmaals, we hebben dus die free booking links, dat betrekt natuurlijk alleen de advertentiekosten en niet zozeer van wat kost het om te integreren. Deze vraag gaat over de integratie. Ja. Wat kost zo'n integratie en hoe betaal je dat? Is dat een vast bedrag of ga je dan betalen commissie over boekingen die je hebt? Kun je daar iets over vertellen? Ja, zeker. Ja, wij werken de integratiekosten vanuit onze kant. Daarmee werken we. Dat is ook afhankelijk van het aantal properties dat je wilt gaan integreren. Maar dat is een eenmalig vast bedrag. En dat vaste bedrag loopt iets op naarmate je meer properties wil gaan integreren, naarmate het werk iets meer wordt. En daarnaast rekenen wij een maandelijks vast bedrag voor het onderhoud van de koppeling, zodat de prijzen en de beschikbaarheden onder andere, maar dat met name continu goed blijven worden doorgestuurd en dat allemaal goed blijft lopen. Dus het is een eenmalig vast bedrag en een maandelijks vast bedrag voor onderhoud. Geeft het antwoord op de vraag, Corné? Ik denk het wel. Anders zien we het in de Q&A terugkomen. Ja, oké. Cool. Goed, dan wil ik even wat verder gaan met wat best practices. Een aantal tips van wat is belangrijk om mee aan de slag te gaan. Wat zijn een aantal voorwaarden om mee aan de slag te gaan. Die wij adviseren en die gelden vanuit Google. Eerst is dus, we hebben het net al even over gehad, koppel je gehele aanbod aan Google en update je Google My Business. Als je echt wil gaan adverteren, dan kan je nog altijd de afweging maken om niet je gehele aanbod, wel je gehele aanbod te koppelen, maar niet op het gehele aanbod te gaan adverteren. Als zijn de meer strategische keuze, omdat daar misschien te veel concurrentie in is, omdat je misschien niet prijscompetitief bent, et cetera. Dan een andere vraag of een andere onderwerp. Stuur alle beschikbaarheden en prijzen door naar Google voor een optimaal vertoningsaandeel. Bij Free Booking Links word je enkel getoond wanneer wij een prijs en beschikbaarheid hebben. Dan geldt op het moment dat er een klik plaatsvindt vanuit Google, betaal je niet voor de klik. Dus hoe meer prijzen en beschikbaarheden wij hebben binnen het zogenaamde Google Hotel Center aan de achterkant, hoe vaker je vertoond kan worden. En een hele belangrijke factor, dat is zorg dat de prijs in Google matcht met de landingspagina, oftewel dus de prijs die wij hebben opgehaald vanuit het reserveringssysteem, die moet matchen met de landingspagina waar de bezoeker naar wordt doorgestuurd. En dat is ook een van de factoren waar de ranking, dus hoe hoog je staat binnen Free Booking Links, ook onder andere op wordt gebaseerd. Zorg indien mogelijk voor competitieve prijzen, indien mogelijk. Ik begrijp dat sommige aanbieders afhankelijk zijn van afspraken die zij weer hebben met andere partijen of met de partijen waar zij het afnemen en dat zij geen invloed hebben op de prijs die zij op hun website communiceren. Mocht je dat niet zijn en je bent ook niet de voordeligste, dan kan het lastig worden om een goede performance te halen uit Google Hotel Ads. Dat kan wel, maar dan moet er niet al te veel concurrentie zijn. Maar zo niet, als je daar wel invloed op hebt, dan is het vooral belangrijk dat je competitieve prijzen hebt. Ons advies, uit eigen ervaring hebben wij al gemerkt dat Free Booking Links een heel mooi middel is om gratis verkeer vanuit Google te krijgen, maar het optimale vertoningsaandeel wel behaald wordt met ook de betaalde Google Hotel Ads. In de voorbeelden die ik in de eerdere slides aangaf, liet zien, daarin zag je ook dat in de eerste fase wordt Google Hotel Ads getoond en in een later stadium krijg je Free Booking Links te zien. Dus dat betekent dat je meer vertoningsaandeel kan pakken als je bijvoorbeeld op een selectief aanbod, wat je van tevoren bepaalt waar je het liefst op aanwezig wil zijn, misschien toegevoegde waarde kan zijn als je daar de betaalde hotels op hebt draaien. Een belangrijke toevoeging daarop is dat waarschijnlijk zijn jullie bekend met CPC binnen Google Hotel Ads, maar bij binnen de tekstadvertenties, maar bij Hotel Ads is er naast CPC ook een CPA-constructie mogelijk,
waarbij je enkel betaalt als er een boeking is geweest. En dat kan een zelf ingesteld percentage zijn. Dus bijvoorbeeld als je zegt ik wil 5% aan Google betalen als er een boeking plaatsvindt, dan betaal je alleen die 5% als de boeking heeft plaatsgevonden. En kan je zelfs ook de geannuleerde boekingen niet daarin in meenemen. En dan tot slot, spreekt voor zich, maar een gebruiksvriendelijke landingspagina. Dat is ook iets wat Google in de overweging meeneemt voor de ranking. En wat uiteraard ook voor een hoge conversieratio zal gaan zorgen. Dus dat is een belangrijk onderdeel van het succes. Tot slot nog even de voordelen. Je bereikt meer potentiële klanten. Met Google Hotel Ads ook met name betaalde stuk, ook wat meer aan het begin van de customer journey. Meer directe boekingen zonder dus de kosten van Google. Wel kosten, maar het is dus een lager risico. En een heel belangrijk voordeel is ook dat de klant wordt doorverwezen naar je eigen website. En dat is uiteraard hele waardevolle data, wat je ook weer kunt gaan gebruiken voor bijvoorbeeld je remarketingcampagnes, dus retargeting via display, e-mail, et cetera. Dat was het vanuit mijn kant. Ik zou het leuk vinden als we kunnen connecten, bijvoorbeeld op LinkedIn. Als er nog vragen zijn, kun je uiteraard die nu in de chat nog even gooien, of neem contact met mij op of Corné. En dat was het vanuit mijn kant. Ik moet natuurlijk wel mijn geluid uitzetten. Dat is inderdaad ook het laatste waarmee ik inderdaad af wilde sluiten. Ik zal mijn scherm delen. Dan zijn we bij ook iets beter zichtbaar. Ik heb nog een vraag van Jurg binnen. Wat betreft koppeling, is het noodzakelijk om, of is XML afdoende? Of is een verdere systeemintegratie noodzakelijk? Dus voor het koppelen van je aanbod vanuit je reserveringssysteem naar je hotelcenter toe, kan het met XML of is daar een verdere diepere integratie voor nodig? Ja, het is wel bespreekbaar in de zin van het zou in theorie kunnen. Maar wat heel belangrijk is, is dat bij een real-time koppeling die wij via de API van de booking engine bouwen. Het voordeel daarvan is dat wij altijd real-time beschikbaarheid op kunnen vragen en real-time de prijzen krijgen. Het nadeel van een feed zou kunnen zijn dat prijzen of beschikbaarheid niet up-to-date is en dat consequenties heeft voor dus de actualiteit van de prijzen die binnen Google worden getoond en de prijzen die op de landingspagina staan of de beschikbaarheid. Het zou wellicht kunnen als er heel weinig wijzigingen zijn dan zou het in theorie kunnen, maar dat is wel iets wat onderzocht moet worden specifiek per klant. Ik ken Jurg een beetje en dat zou voor Jurg geen goede oplossing zijn. Oké. Ja, dan een koppeling met een reserveringssysteem zou ik aanbevelen. Ja. Ik zie nog verder geen vragen binnenkomen. Een van de vragen die ik in ieder geval al wel had ontvangen, maar van iemand die niet aanwezig kon zijn, is hoe wordt die ranking eigenlijk bepaald straks organisch? Ja, dat is een hele goede vraag. Er zijn een aantal factoren, een aantal signalen die Google daarin in meeneemt. Google heeft natuurlijk een geheim algoritme die ze nooit helemaal willen delen, maar een belangrijke waar we het dus nu zojuist over hadden is het matchen van de prijs, oftewel Google noemt dat een price accuracy score. Daar hebben ze ook verschillende niveaus in en hoe hoger je score is, dus hoe beter de prijs binnen Google die wij hebben opgehaald vanuit het boekingssysteem en matcht met de landingspagina waar de klant naartoe wordt doorverwezen, hoe hoger je score is en hoe hoger je positie is binnen Google, binnen Free Booking Links. De gebruiksvriendelijkheid, waar we het net ook over hadden, die speelt ook als een belangrijke rol daarin mee. Wat wij vaak ook zien dat in de praktijk, dat is niet door Google bevestigd, maar wat wij zelf zien is dat de officiële site ook een belangrijke rol daarin speelt. Ook de uiteindelijke performance. Dus als Google ziet dat er vaak op wordt geklikt en dat het ook uiteindelijk resulteert in een boeking, dan hebben zij ook de neiging om jou als aanbieder daarin hoger neer te zetten. Plus dat los van dat de prijs zelf ook een belangrijke rol speelt. Dus dat de goedkoopste prijs zal je nooit onderaan
zien staan. Misschien een enkele uitzondering, maar 9 van de 10 keer staat hij ook ergens in de top 3. Omdat hij scherp geprijsd is en omdat Google al weet, de kans dat daarop wordt geklikt is heel groot. Ja, ja, jij noemt net official site. Kun je dat ook nog iets meer toelichten? Want ik zie nu een vraag binnenkomen, die heeft ook wel gedeeltelijk mee te maken. Wat official site is, zeg maar. Ja, ja, goede vraag. Ja, dat heb ik verder niet besproken. Official site, de officiële website. Dat betekent als een property-eigenaar zelf besluit om te gaan adverteren. We hadden net het voorbeeld Caesars Palace. Als Caesars Palace een eigen boekbare website heeft en zij besluiten zelf om te gaan adverteren binnen Google Hotel Ads en binnen en aanwezig te zijn binnen Free Booking Links, dan krijgen zij de officiële site badge. En die officiële site, dat is dus de eigenaar van de betreffende property. Dus dat betekent dat alle tussenpartijen, OTA's, die zullen nooit die badge krijgen, maar de eigenaar van de property heeft daarin een voordeel. Omdat, en we merken ook dat klanten soms iets meer geneigd zijn om daar net op te klikken, maar ja, goed, dat hoeft niet altijd direct een reden te zijn. Ik hoop dat ook een antwoord is op jouw vraag, Pieter. Dus Google doet daar wel veel aan om de property zelf ook zichtbaarheid te laten behouden in Free Booking Links. Als je dat... nog een vraag van Pieter. Komt hij met zo'n badge dan ook hoger te staan? Ja, dat zien wij dus in de praktijk vaak wel. Ze staan niet altijd bovenaan, Pieter. Dus het is geen garantie voor die partijen dat ze bovenaan komen te staan. Maar wij zien in de praktijk wel dat de eigenaren dus met de officiële site badge hoger komen te staan. En ja, Google bevestigt dat niet. Maar het enige wat ze wel bevestigen is dat hun ervaring is dat de officiële site badge dus vaak voor meer kliks zorgt. En die meer kliks die zorgen dus weer voor een hogere positie. Dus dat komt indirect op hetzelfde neer. Ja, en een die heel belangrijk is. Oké, Pieter zegt bedankt, dus ik denk dat je vraag beantwoordde. Mooi. Is dat Google altijd wil zorgen, ook al komt dat soms niet zo over. En dat geldt ook voor SEO, dus het geldt niet alleen over de booking links, maar dat geldt ook over de normale zoekmachine. Is dat ze altijd streven naar zo'n goed mogelijk resultaat voor de zoeker. En hoe Google dat meet, is bijvoorbeeld door... gaat men weer terug naar de zoekresultatenpagina van Google, nadat men op de site is geweest. Dat soort dingen. En daardoor zie je ook heel veel wat Rudolf zegt, dat de officiële site daar, of de aanbieder van de locatie zelf, de eigenaar van die locatie, daar ook wel vaak profijt van heeft. Dat klopt inderdaad. En dat is ook in SEO te zien. Dus dat is altijd iets wat je je achterhoofd kunt houden, dat Google daar echt wel mee bezig is om eigenlijk de eigenaar van een bepaalde locatie daar wel organisch wat voorrang in te geven. En dat komt omdat dat vaak het meest relevante resultaat is voor een zoekopdracht. Misschien nog één leuke toevoeging of één goede toevoeging met betrekking tot het meten van het verkeer wat afkomstig is vanuit de organische listings, dus vanuit free booking links. Wij zijn als technisch partner verantwoordelijk voor het onderhoud van de campagnes, het beheren daarvan binnen het zogenaamde Google Hotel Center. Dat wordt gekoppeld aan het Google Ads account van de klant. En binnen het Google Ads account, daar beheer je normaal gesproken alleen je betaalde hotel ads. De enige voorwaarde om deel te nemen aan Free Booking Links is dat er een prijs in de hotel center staat. Dat betekent dat je ook geen campagne hoeft aan te maken in je hotel ads account om deel te nemen aan Free Booking Links. Dus dat betekent ook dat je in je hotel ads account nu nog niet ziet hoeveel verkeer, hoeveel kliks, et cetera, er zijn geweest vanuit je free listings. Wat Google nu heeft gedaan, is dat wij nu als technisch partner, of de klant kan het zelf eventueel doen, een parameter toe te voegen aan de landingspagina die wordt gebruikt binnen free listings. En op die manier krijgen wij in de hotelcenter een apart rapport te zien waaruit wij het aantal kliks en dergelijke kunnen halen en die kunnen delen vervolgens weer met jullie, met de klanten, et cetera. Dus dat wordt apart van elkaar, dat is wel apart, wordt dat van elkaar gemeten. Vraag van Madelon, Rudolf. Kun je zelf tekst toevoegen of is het alleen naam, logo, official site badge dan en prijs? Ja. Kun je daar dus meer aan toevoegen? Ja, bij de free listings is het op dit moment, ik durf niet te zeggen of dat nog in de toekomst gaat veranderen, maar is het redelijk beperkt. Dus daar zie je inderdaad de officiële site badge, zie je het logo staan, zie je de naam en de prijs. Wat je bij de betaalde hotel ads wel ziet, is dat je verschillende mogelijkheden hebt om
Wat prominentere zichtbaarheid daarin te krijgen. Dus dat betekent, daar heb je de mogelijkheid om te werken met extensies, dus bijvoorbeeld bepaalde USP's te vermelden onder je eigen merk, maar ook de mogelijkheid om verschillende verblijfstypes, dus heb jij op je property, op je vakantiepark of op je hotel, verschillende type kamers, kan je die verschillende type kamers of verschillende type huisjes kan je laten zien, door middel van een foto, een aantal faciliteiten met de bijbehorende prijs. Die moeten wij dan ook ophalen vanuit het boekingssysteem. En daarmee pak je dus ook wat meer zichtbaarheid binnen de betaalde hotelheads. Alleen die functionaliteiten die worden nu nog niet aangeboden binnen de free booking links. Dat is nu nog redelijk beperkt. En als toevoeging voor jou, Madelon, en voor de andere meer CA-specialisten die vandaag aanwezig zijn, dat doe je dus met highlight extensies. Dus als wij samen met Rudolf een hotelcampagne managen, voegen wij vanuit ons vaak de highlight extensies toe. Passen die aan? Bijvoorbeeld als je gratis annuleren actie hebt of een omboekgarantie of nou, dat soort dingen in deze tijd. Die kun je dan per hotel kun je die toevoegen, aanvullen, et cetera. Dus dat is ja, wel... Wat ook wel leuk is, is dat als je... Als je als aanbieder bijvoorbeeld bepaalde pakketten aanbiedt, een soort van arrangementen, en je zou die ook willen highlighten dus binnen je advertentie, dan is zeker met name het betaalde hotelheadstuk is daar echt perfect voor. Want dan kan je bijvoorbeeld in die highlight extensies binnen je hotelheads account, kan je dus instellen gratis ontbijt of bij aankomst een welkomst presentje, noem maar op. Dus dat soort extensies, daar heb je dan ook de ruimte voor om die te highlighten, zodat je ook eruit springt ten opzichte van de concurrentie en dat je dus ook misschien jouw meerprijs ten opzichte van die concurrenten daarin kan uitlichten. Ja, goeie. Ik heb nog een goede vraag binnengekregen. Daar weet ik eigenlijk zelf het antwoord ook niet op. De functie is... Dus deze was spannend, Rudolf. Zo op de vrijdagmiddag. We zien vooral dat de functie, zegt Sandrine, vooral gericht is op groepen. Op kleine groepen, of in ieder geval op accommodaties. Hè? Dus het is echt een accommodatiegebaseerde tactiek. Dus zowel hotel als de nieuwe gratis booking links is echt op kamerprijs, zeg maar. Zo, hè? Ja. Wordt het ook beschikbaar voor grotere groepen? Dus groepsaccommodaties eigenlijk. Dus ja. Waar je met 100 personen in een accommodatie gaat. Ja, Google is daar... We kunnen als er een Google My Business listing is en het betreft een groepsaccommodatie, dan kunnen we altijd, de deelname verzorgen aan Google Hotel Ads. Dus ongeacht of je dan met 2 personen, 10 personen of 20 personen in die accommodatie gaat, want daar gaat het volgens mij om, dan kunnen we het verzorgen. Maar dan is meer de vraag, heeft Google het nu met name daarop ingericht? Als ik het goed begrijp. En ja, niet echt. Want ze focussen nu met name op juist die wat kleinere reisgezelschappen. Alhoewel wel onlangs binnen de Google hotelheidsomgeving, waar ik zojuist heb geklikt op bekijk 392 hotels. Daar kan je bovenin tegenwoordig ook filteren op. Volgens mij 10 personen en dan nog tot aan een x-aantal kinderen gaan. Dus het reisgezelschap wordt steeds meer uitgebreid. En dat zou ook kunnen duiden dat ze ook meer richting die wat groepsaccommodaties toe gaan. Dus, maar dat betekent niet dat je nu alsnog wel zou kunnen deelnemen met die groepsaccommodaties. Zolang er maar een Google My Business listing aanwezig is. Dat kan sowieso. Geeft dat antwoord op de vraag, denk je? Of? Ik denk het voor een deel wel. Ik denk dat voor dat soort bedrijven ook altijd een afweging is. Is hotel ads... En dan praat ik eventjes vanuit ons perspectief. Is hotelwets de juiste oplossing voor mijn bedrijf? Ja. Ik denk als je met een groepsaccommodatie zit, met 1 enkele accommodatie, ik ken wat jullie inderdaad doen, Sandrine, is vraag ik mij ook sterk af of dat hotelwets hetgeen is waar jij het meest uit gaat halen. Maar goed, dat zou je even moeten analyseren. Maar meestal moet je voor een groepsaccommodatie heb je meestal wel andere vormen van marketing die wat... slimmer zijn, wat makkelijker zijn en wat meer opleveren. Wil niet zeggen dat je het helemaal links moet laten liggen, want wat Rudolf ook al zei, het is wel heel waardevol als men in je Google My Business aan het oriënteren is en als er bijvoorbeeld helemaal niets is qua beschikbaarheid en je wel de optie kunt bieden om vanaf daar in ieder geval prijzen te zien, beschikbaarheid te zien, of als men in Google Maps aan het oriënteren is op groepaccommodatie in combinatie met een plaats,
plaats, dat je dan wel zichtbaar bent. Dus ja, dat is altijd een afweging die je dan maakt. Ja, en ik denk als aanvulling daarop dat jullie zullen waarschijnlijk wel goed inzicht hebben in het zoekgedrag van de potentiële klant van die klanten. Ja, dan denk ik dat misschien daar de tekstadvertenties ook een perfecte mogelijkheid voor zijn om daar zichtbaarheid te pakken en te focussen op prospecting. Maar goed, dan inderdaad kan een hotel het wel een mooie toevoeging zijn. De vraag was in ieder geval beantwoord, Rudolf, dus dank daarvoor. Nou, dat is mooi. Gelukkig. Ik zie voor de rest ook geen vragen binnenkomen. En ja, ik wil jou ook even bedanken voor jouw deelname, Rudolf. Voor iedereen die nu deelneemt, we hadden het binnen drie dagen geregeld. Van bedenken tot uitvoer. En nu zitten we hier met z'n allen. Dus dat was wel heel fijn dat we het zo snel konden doen. Want we merkten gewoon dat er heel veel vraag was in de markt vanuit Comeback Marketing, vanuit ons bureau, vanuit Red. Maar ook vanuit partners in de markt die zeiden van ja, kunnen we niet even een sessie geven van ja, wat gebeurt daar nou? En wat is dat nou, dat free booking links? En wat kan ik daar nou mee? Kost het echt niks? En hoe werken die listings nu? Dus dank voor de heldere uitleg, Rudolf. Graag gedaan. Mochten er nog vragen zijn van de rest, jullie weten Rudolf van mij te vinden. Contact ons gewoon, stel gewoon je vraag. En dan wil ik iedereen bedanken voor de aanwezigheid. Goed paasweekend toewensen en hopelijk tot de volgende sessie. Bedankt. Groeten.